Sinterklaas is weer het land uit en Kerstman staat dus weer voor de deur. En kerst betekent heel veel eten. In Thailand werd laatst ook heel veel gegeten toen er een groot diner werd bereid, maar dan voor 3000 apen. De makaken daar zorgen namelijk voor heel veel toerisme, dus die hadden wel een feestmaal verdiend. In Overblijf TV ontmoet Mustafa de snelste en de slimste aap ter wereld. En ik was bij die opnames.